zijn allemaal lekkere dikketjes. Wat het allemaal is, weet ik niet. Dit zijn mini-loempia's. Kipnuggets. Kipnuggets. En dat is dus sushi. Sushi. En wat heb jij? Sushi en gebakken banaan. Zo dan. Halleluja. Hele goedemiddag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, we zitten klaar om lekker te gaan wandelen. Maar ik wens jullie als eerste natuurlijk een welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. We gaan er gewoon lekker van genieten. Het is vandaag trouwens zondag, de 10e van de 4e 2022. En we leven om 3:58. Dus we gaan lekker even wandelen, maar ik ga geen klein blokje doen, nee. Nee, ik ga eventjes weer lekker door de stad heen sjokken met ze. Ik ga eerst langs de gracht, die kant op. Naar de Beatrixstraat, dat is de hoofdstraat van het centrum, laat me zeggen. En dan zullen we kijken wat we beleven. Ik heb in ieder geval een statiefje mee. Mocht ik eventjes kunnen filmen, kan ik dat doen. En anders heb ik jullie ook zo wel in de hand, gewoon aan mijn ring. En dan komt het ook wel allemaal goed. Dat we gaan lekker eventjes lopen, hè? Ja, nou. Rijken. Gaan we lopen? Ja, we gaan lopen, hè? En zoals ik begrepen heb, ga ik vanavond samen met Karin uit eten. Dus dat wordt lol. Wordt pret hebben. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Serieus? Jeetje, oh ja, je merkt het ook, hè, Maaije? Ja, oh schatje. Ja, oh schat. En jij, hé? Wat denk je nou? Hé, wat denk je nou? Ja, dus jullie zien het. Onze Karin hier zit gezellig bij me. Ja, ja. Dat ik ben er helemaal blij mee. Oh ja, mijn statiefje die zit nog in het tasje. Ja, het was onderweg te koud dat ik met de meiden ging lopen. Want ik heb nog wel mijn handschoenen aan. En ja, ik zal jullie even omdraaien. Kontje. Ja, het was gewoon nog veel te koud zonder handschoenen. Ja, en ik moet er... Nee, wat moet ik nou pakken? Oh ja, mijn statief. Oh jee, oh jee, oh jee. En dat wil haast niet. Ja, daar komt hij al. Zo. Ik kwam eentje tegen. Is dat zo? Die heeft een hondje. Ja, die heet Spikey. Ja. Die vrouw kwam ik tegen. Oké, dat is mooi. En die vond het ook nog wel heel erg koud. Oh ja, is dat zo? Ja, dat is zo. Dus ja, dat is... Stilt je boefies. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, ja, gewoon verder genieten. Dat gaan wij ook doen. Ik ga mijn koffie lekker op drinken en even mijn paperclip die Karin nodig had opruimen. En ja, ik wil graag twee nieuwe hebben daarvan. Van deze twee, die wil ik nieuw hebben. Want die is kadoek. En deze is ook kadoek. Wil ik ook een nieuwe voor hebben. Ja. Maar waar ik wezen moet, vroeger wist ik het wel, maar nou niet. En ik heb ook al aan het zoeken geweest. Ik kan het niet vinden. Maar ja, misschien dat ik het verkeerd zoek. Kan ook nog. Doei. Daag. Doei. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En geniet ook met ons mee.
Nou, we gaan lekker eten. Hè, mam? Eten, hè? Lekker, hè? Ja, lekker. En we hebben lekker kipnuggets, lekker loempje en lekker sushi. En ik heb dus gebakken banaan en sushi. Helemaal goed, helemaal top. Echt niet? Nou, we zitten lekker aan een tafel. Karin en ik natuurlijk. En allemaal lekkere dingetjes. Wat het allemaal is, weet ik niet. Dit zijn mini-loempia's. Kipnuggets. Kipnuggets. En dat is dus sushi. Sushi. En wat heb jij? Sushi en gebakken banaan. Oké, ja. En ik lust geen banaan. Karin heeft een colaatje erbij. Ze heeft een of ander sausje gepakt. Wat dat is, weet ik niet. Sojasaus. En ik heb koffie. Want ik moet eerst warm worden, want ik heb steenkoude handen. En ik heb stokjes. En Karin heeft stokjes. En ik heb hier bestek. Ja, en wilt u ook stokjes anders? Ik weet niet eens hoe ik die dingen vast moet houden, joh. Dat lukt me niet, denk ik. Ja, jij hebt het geleerd bij Julian, ja. Bij Julian, ja. Dus. Maar ja, het komt helemaal goed. Wij gaan naar de lekker versmullen. Zo, nou, dan mag u dus naar de overkant toe lopen. Hier, bij de bok. En dan mag u het zelf gaan filmen. Wacht eventjes hoor, want ik heb mijn moeder het even filmen. Geduld. Hoor, mama, wat voor saus? Ja, weet ik wel. Zoetzuur, ketchup, knoflook. Gewoon niet wat ik gewend ben, die ketchup saus. Ketchup. Ja. Ik ga leunen. Ja, lieve vrienden, helaas is het geen geurcamera, nee. Helaas niet. Nee, want anders gaat het straks lekker ruiken. Ik ruik nou nog niks. Zo dan, halleluja. Dat is hokken, man. Ben ik blij dat ik dat niet doe? Ja, op mijn manier. Gewoon in een soepan. Weet u wat het is, man? Nou, hoop ik wel dat het goed gaat komt, want ik heb geen gebit. Ja, dan, en dan kunnen we dat even doorgeven, wat meer doorbakken. Ja, dat het goed gaat wordt, anders krijg ik het niet weg. Ja, zeker. En daar zijn ze voor, hè, man. Dat is echt heel lullig gezicht, maar... Ze staan even liever 5 minuten langer om te... Nee, deze graag voor. Oh, die kleine, oké. Ja. Daarom had ik nu even wel... Ja, lekker. Lekker warm, hè? Bij dat vuurtje, man. Ja. Moet passen, makkelijk. Ah, het lag erop ook, dus het moet nou ook passen. Tuurlijk. Alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel. Dank je. Ja, en dan heb ik hier ook weer wat lekkers. Dat hebben jullie net allemaal gezien hoe dat klaar werd gemaakt. En ik moet nou er lekker van gaan zitten eten. Helaas heeft Karin nog niks. Nee, maar dat komt wel. Maar dat komt straks wel. Ze willen eerst even het andere laten zakken. Nu heb ik er ook een lekker wijntje erbij. Dus dat wordt weer genieten en smullen. Nou, mama die zit lekker te genieten van dat bordje met heel veel vis en groentjes. En ze heeft een lekker wijntje Merlot, Merlot. Hé, mam? Ja. Lekker, hè? Proost. Proost. Ja, en dat vind ik ook heel mooi. Heel gaaf. Het is hier een lekkere rustig. Daar een hele bank. Dus we hebben hier de toetjes en ik laat ze dan even aan deze kant een beetje zien. Geniet er lekker van, mam.
doe ik zo. Dank je wel. Alsjeblieft. Nou, mijn succes. Ik heb ook een lekkere melot. Mama ook. En mama die heeft heel veel. Mama heeft dit. Heel veel. En dat. Dat u mag lekker mag gaan smaken, mam. Dankjewel, schat. En prutjes. Prutjes. Nou, en ik heb dit. En ik heb dat. Nou, dat is weer bijna zo wat koud nog even. En dat mag weer in de wokpan. Nog even. Die kan dus iets. We hebben dus vanavond hier gegeten. Dus wil je ook eens een keertje lekker uit eten en ben je in de buurt in Van den Helder. In en Van den Helder. Ja, lekker een uitspraak. Dan moet je hier zeker naartoe. Het kan niet missen. Hier. En het zit dus namelijk bij de kroeg. Het Karrewiel. Dus, maar. Je kan het niet missen. Ik zou zeggen, ga er eens een keertje langs. Lieve vrienden, en die twee waren weer dolletjes en dolletjes blij. Hè, dat vrouwtje weer thuis kwam, hè. Ja, want ik ben ook nog maar net thuis. En hoe laat leven we? 13 minuten over 12 is het alweer. Ja, kijk, maar ik lieg niet. Nee, mag ik niet van mijn moeder. Dus ja... Ik moet ze nog uitlaten, maar ik heb even een bakje koffie ingeschonken met een wijntje erbij. En waar zijn we nou wezen uit eten? Restaurant De Heldernees. Ja, het was heerlijk. Maar op de terugweg zijn we nog gezellig op visite geweest. Ik draai jullie even om. Ja, we zijn nog op visite geweest hier vlakbij. En het was ook gezellig. En de ene zei Karin van, we gaan naar de meisjes toe. Nou ja, naar de meisjes toe. Ze slaapt hier niet, ze slaapt elders. Maar in ieder geval tijd om op te stappen en lekker naar huis toe te gaan. Ja, eigenlijk moet ik nog een vlog in elkaar zetten. Want er staat er nog maar één, tenminste online, die morgen online komt. Daarna staat er niks meer. Dus eigenlijk moet ik dat ook allemaal nog doen. Maar ja... Halleluja, ik moet er ook straks weer bij tijds eruit. Ja, ook dat, want morgen wordt de nieuwe droger gebracht. Morgenochtend tussen zo laat en zo laat, dat staat op mijn telefoon. Dus dat moet ik nog nakijken van hoe laat dat ook alweer is. Dan kreeg ik een sms'je van. En morgenmiddag komt er een nieuwe huishoudelijke zorg. Maar weer afwachten wat het gaat worden. En als dat ook eentje is die niet goed in mijn ogen is, doei! En dan bellen, Luc, zorg dat ik een goeie krijg. Want dit gaat het hem niet worden. Maar ja, oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van jullie nachtrust. Of als jullie nog opblijven, nog hele fijne verdere voortzetting van deze avond. Voor later welterusten, slaap lekker en natuurlijk uiteraard morgen gezond weer op. Ik zou zeggen. Tot aan de andere kant van de nacht.